Dit is bestelnummer 735. En we hebben zo'n katoenen hoodie. Katoen met viscose is het. En dan zit er wel lurex in. Het is een grijze streep, grijs gemeleerd. En dan een beige streepje met een gouden draadje er doorheen. Eén maat is het. Ik heb maat 38. Maar ze passen ook bij maat 36. Dan draag je iets meer oversized. En je kan tot maat, maat 42 dragen. Het leuke is dat er een koordje onderin zit. Dan kun je wel laten blouzen. Dan kun je de trui wel laten blouzen en dan verbergt het een buikje. Ik heb de Comfy Pants Deluxe erbij aan met de rafeltjes onderin. Die hebben we nog in verschillende maten op voorraad. Dus dan kun je op onze website even kijken welke maten er zijn. Ik heb in elk geval de M aan. Ik heb ook een M. Ik heb net de S geprobeerd en die vond ik bij mezelf echt wat te strak zitten. En dan komt natuurlijk ook, het is een lichte broek. Je wil niet dat het aftekent, dus ik zou gewoon de maat pakken die je normaal ook hebt. Het loopt nog wel uit. Ik heb hem zelf ook. Maar het is wel een hele fijne broek. Ook dankzij die elastische taaieband. Dat is een stevige elastische taaieband met een koordsluiting. Zakken erin en zakken erachterop. En ja, ik vind het ook ideaal om op een lange blouse te of onder een lange blouse te dragen of een tuniek. Want dan zit daar mooi strak aangesloten. Ziet het eruit als een legging, maar het is gewoon een broek. 49,95 zijn ze. Nou, de trui 39,95. En je kan hem bestellen op onze membershop, baboe.nl. Je moet er wel rekening mee houden. Bij ons kun je niet per post retour sturen. Maar je mag het wel eventueel terugbrengen in de winkel of ruilen. Dankzij de filmpjes gaat dat ook goed. Als jij weet welke maatje hebt en je vindt het jouw ding, dan kun je het gerust op laten sturen. Ik snap dat het niet voor iedereen makkelijk is. Staat het mij wel, staat het mij niet. Ik heb een moeilijke maat of net wat dan ook. Maar daar hebben wij de winkel voor. Dan moet je echt langskomen, even passen en meenemen. Ook al kom je van ver. De meeste klanten die hier komen, die komen eigenlijk wel van ver. En die vinden het eigenlijk allemaal de moeite waard. Dus dan zou ik gewoon een keer de moeite nemen om langs te komen. Want we hebben wel een leuke collectie altijd.